Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Dewe Gamer. Voor vandaag gaan we weer Fortnite spelen. En sorry dat deze video wat later online is gekomen. En als eerste ga ik even mijn mic checken, dus ik zie jullie zo weer. Waarschijnlijk hebben jullie er niks van gezien, dat heb ik uitgeknipt. Dan gaan we lekker... is er een nieuwe game mode? Nee, er is geen nieuwe game mode. Dan ga ik gewoon lekker solo spelen. Ik heb ook nog wat anders te zeggen, is dat ik ben druk bezig om een oplossing te vinden om het achtergrondgeluid een beetje weg te werken. Maar dat lukt nog niet helemaal, dus daar ben ik nog aan het werk. Wat sowieso al een goede oplossing is dat als mijn PlayStation naar boven gaat, dan kan ik, dan heb ik sowieso geen geluid meer van als mijn ouders aan het koken zijn of zo. Maar dan heb ik last van, ja, geluid van mijn buren of zoiets. Dus daar probeer ik nog wat op te vinden, maar ik heb nog niet echt een idee. Loading screen is bijna klaar. Gaan we naar de lobby, naar het begin eiland. Spawn eiland, spawn. Ik ga net het potje ook even een andere skin aan doen. Want ja, ik vind deze skin, ik weet niet, ik vind hem gewoon niet fijn spelen. We gaan naar Salty Springs. Vind ik bij deze bus wel een fijn plekje om naartoe te gaan. En daar ben ik zelf nog, niet echt heen geweest in video's zelf volgens mij. Want ik land meestal zelf land ik op die berg. Maar ik weet niet of ik dat nu ga doen. Of dat ik ook gewoon echt in Salty zelf ga landen. Ligt aan of er daar op een kist staat. Daar ligt het heel erg aan. Er staat geen kist op, maar daar staat wel. Daar staat een. Daar ligt een shotgun. Oh, die wil ik. Dank je. Dan ga ik gewoon weer meteen naar beneden. Hak ik wat materials en dan ga ik door naar Salty om even wat kills te pakken voordat echt mensen goede wapens gaan krijgen. Oké, let's go. Dus die persoon is net zijn huis ingegaan. Ik hoop niet dat hij een shotgun heeft. Maar dat zou nog wel zo eens kunnen. Kolen mee binnen. Hij heeft een shotgun. Shit. Ja, I don't know. Got him. Waar de fuck was hij mee bezig? Fuck. Heel kut dit. Heeft die... Ja, deze had ik sowieso niet kunnen killen. Die had alles en wat. Nou, heel jammer. De eerste had ik gewoon prima, maar die tweede, die wist ik niet precies waar die was. En dat was een beetje naar. Zucht. Ik ga nog even weer mijn mic checken. Weer gecheckt. En dan hebben jullie ook niet zo lang op hoeven wachten. Nou, dubbele winst. Ik heb een geveinigd dansjes. Oh, ik zou een andere skin doen. Snel, snel, snel. Kut! Kut! Sorry voor mijn geschreeuw, maar kut! Ik was het weer vergeten, want ik ben een vergeetachtige jongen. Ik ga ook... Nee, wacht, dat ga ik nog niet vertellen. Want dat ga ik nog in een aparte info-video doen vandaag. Laat maar... Ah, ik hoop dat er nog wel een beetje goede potjes komen eigenlijk. Want ja, iedere keer één kill of twee kills maken en dan doodgaan is ook zo saai voor jullie zelf. Ik vind deze combinatie heel vet. Cool.
Ziet er goed uit, grap. Cool, 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 cool. Hey, let's dance. Ik kon niet dansen. Kut! Ik wil wel weer naar een keertje naar Loot Lake. Nee, ik vind de oude Loot Lake vind ik zelf veel fijner dan de nieuwe. Want ik vind die krater erin vind ik heel naar. Dat water was ook naar, maar dat vind ik minder naar dan die krater die erin zit. Ik zie super veel mensen met die glider. Dat betekent echt dat er gewoon veel mensen die een win hebben gehaald. Ik heb nu 2 wins dit seizoen. 1 duo en 1 solo. Het duo was met kloten, die solo was echt gewoon serieus. Nou ja, eigenlijk als testvideo, maar uiteindelijk heb ik die video niet doorgezet. Ik dacht zelf nog van wat nou als ik nu nog een win zou halen. En ik, ja, had er toch nog een win. Dus toen dacht ik van, nou dan ga ik hem maar gewoon inspreken daarna. En dat was de eerste video dat mijn mic het ook gewoon echt goed deed. Ik probeer het te fixen met mijn mic. Maar ik knipper er nu al uit en dat is sowieso een super veel chiller. Alleen bij streaming kan ik dat niet, maar dan zie je meestal gewoon blauw scherm met zo'n cameraatje met een streepje erdoor. Zo van camera's af, want dat zijn privé dingen en die mogen niet gezien worden. Dan heb ik liever gliders. Kan ik op iemand duiken? Geen kist. Maak die deur open. Dank u. Ik ga eerst hierheen. Dan ga ik daar nu wel naar dat huis toe. Zijn niet andere mensen geland? Ja, ik hoor schoten. Ja, dus. Iemand met een shotgun hoorde ik. En meer weet ik niet. Dat was iemand die met een kanon landde. Tenminste, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, want mijn geluid is niet zo heel hard of zo voor game zelf. Thuisvideo. Maar dat is omdat ik dat zelf best wel naar vind. En ik praat er sowieso gewoon doorheen, dus ja, dat is het meer. Come on, give me a shotgun, man. Fuck, nu heeft hij me gezien. Ik ga dom doen. Oh, fuck dit. Fuck dit. Waarom vind ik geen shotgun? Godverdomme. Waarom heeft iedereen zulke goede wapens? En ik niet. Eerste portje, shotgun. Tweede portje, alleen een fucking AR. Ik vind een AK, een blauwe AR en een grijze AR. What the fuck? Wat heb je daaraan? Kom op zeg, Fortnite. Gun mijn goede loot. Ik haat het als het potje niet mee zit met loot. Is dan weer ik ben net zo lang aan het loot als hij en hij heeft gewoon vele malen betere loot. En ik kom gewoon niemand tegen. Oh, snel. Nu ben ik weer vergeten skin te veranderen. Dyer. Zwaard. Vind ik een coole combinatie. Kut! Agressiviteit is ook maar kut. Ik ga weer een mic check. Waarschijnlijk is dat eruit geknipt. Maar ik dacht dat de loading screen dan ook wel klaar zou zijn. Wat is mijn Vivi kut zeg. Waarom is hij zo ontzettend slow? Mega Mall, hoe het ook heet, wow, hoe het ook heet. Ik ben zeker dat de datering druk wordt.
Dan wordt het echt kills maken. En overleven natuurlijk. Ik ben hier nog nooit echt geland in solo. Dit is mijn eerste keer dat ik hier land in solo. En dat is omdat ik het gewoon een kutplek vind om te landen in solo. In squads? Nee. Duo? Nee. Maar solo? Fuck! Maar ik deed deze keer gewoon even YOLO en dat rijmt. Fuck die dozen en die kastjes. Ik hou van voetbal, maar ik wil nu wapens. En hout. Hallo kistje. Hallo leuk wapentje. Hallo bedje, jij bent hout voor mij. Hallo kastje, jij bent metaal voor mij. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Granaatjes, doe maar. Deurtje open. Metaal, doe maar. En een kissie. Hier. Nee, maar wel een ammo box. Doe ook maar. Dit is echt mijn geval van zoek de kist, want ik ben nog nooit eerder bij dit huis geweest. wel toen die nog kapot was, maar niet nu die nieuw is. Oh, hallo kist. Waarom krijg ik geen shotgun? Heel leuk al die healing en zo. Drunken, sure. Ga ik me lekker sprayen. Alleen maar sprayen. Hallo vijandje. Ik gate deze naar binnen. Ik gate er nog een en ik gate er nog een. Doe rustig. Ik heb geen shotgun, jij wel. Jij wel. Fuck jou. Fuck mijn leven. Waarom krijg ik nou weer kut loot? Kijk wat hij heeft. Hij heeft een sniper en een shotgun. En ik, wat krijg ik? Ik krijg nu spraywapens. What the fuck? Echt Fortnite, ik haat je op het moment. Nog een hervatting. Eerste potje. Alleen shotgun. Iemand anders had gewoon al tering veel loot. Tweede potje. Ik heb alleen maar AR's. Iemand had al tering veel loot. Derde potje. Ik kreeg alleen maar spraywapens. En ik had bijna geen hout. Hij had tering veel loot. Hij had een sniper, ja, een shotgun. Wat kreeg ik? Spraywapens. What the fuck wil je dat ik doe tegen zo'n persoon? Serieus, ik word er helemaal gek van. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om deze video op te nemen. Maar ik wil het sowieso een maand volhouden met elke dag uploaden of meer. Omdat ik dat nu nog kan, maar straks niet. Hoe ik ga uploaden als ik op vakantie ben, I don't know. Misschien ga ik wel de plekken waar ik ben, ga ik filmen of zoiets. Als ik maar goede wifi heb, dan kan ik hem alleen uploaden. Maar ik heb gewoon geen goede potjes op het moment. Gisteren, eerste paar potjes had ik kut. Mijn laatste potje ging gewoon chill. Ik heb ook geen inkompotje voor gehad. Dat is ook een reden. Ik ga naar Pleasant. Vrienden van mij zeiden dat ik afwisseling van plek moet doen. Nou, dan doe ik dat lekker. We zijn er bij Loot Lake, bij Salty, bij Mega Wow Food the Gate. En nu gaan we naar Pleasant. Jee, je hebt er zin in. Aan mijn stem te horen dus gewoon niet. En dat is ook zo. Ik heb er niet zin in om heen te gaan, omdat ik weet zeker.
Hallo, één persoon. Je hebt ook een windglider. Fuck jou. Is er nou niemand die een andere glider aan heeft staan dan deze? Ik ga volgend potje even kijken. Tenminste, als dit potje niet heel lang duurt. Want ik ga hier geen XXL video van maken, tenzij het zo gaat lopen. ik heb hier zo ontzettend geen zin in. Fuck mijn leven! Bellen altijd. Eindelijk! Een shotgun en een AR, daar ben ik pas blij mee. Dank je. Hey, nog één! Dan mag je, daar had je het vorige potje ook wel mogen doen. Game. Ik haat mijn leven op het moment. Ja, kijk, dit is wat ik bedoel. Dit zijn wapens aan het begin. Dit wil je hebben aan het begin. Ik weet al welke titel ik deze video ga geven. Kutwapens. Maar dan ga ik niet het hele woord neerzetten. Ik heb geen zin in dat mijn account geband wordt. Of zoiets. Kelder, hak. Ja, kijk, dit is loot. Dit is loot. Gewoon even wat variatie van alles wat. Zal je zien, hè, dan word ik door deze persoon, of door dit persoon die hier is, hoe je dat ook zegt, word ik gewoon gekillt. En ik heb ook geen idee waar die is, eigenlijk. Where are you? Call him. Waar zit hij? Ik ben bang. Ik ben echt bang. Ik hoor hem. Een hit. Ga nou niet healen. Deze gast is echt slecht en hij is ook nog eens een streamer. Bedankt dat jij de rest van Pleasant even hebt geloot. Nee, ik houd bij deze. Dank u zeer, eindelijk. Wat de fuck was hij überhaupt aan het doen? Nee. Waarom plaats ik daaronder iets? Weet je wat, ik doe niet moeilijk. Ik doe gewoon dit. Deur. En ik ga risico nemen. Bam, word je opeens gesniped. Nou, nee, deze keer niet. Ik heb deze keer een keer geluk. Ik heb ook gewoon echt de helft van al mijn building doorheen zitten. Ik zei gisteren dat een persoon was, joh. Ik schrok me echt de tering. Zo'n hoverboard. Ik word ook vaak genoeg geowned in potjes, dat weet ik, want ik ben echt niet de beste speler.
Maar ik ben ook niet tering slecht. Dat is ook iets wat gezegd mag worden. Deze keer ga ik niet zoals de laatste keer in de stream zo dom doen met dat ding erin en dan er niet meer van af te kunnen. Dank u zeer. Hier is de cirkel, dus ik ga iets meer die kant op. Hey, hallo. Ik zie hier mensen. Waar ik me mee ga bemoeien. Waar zit hij? Ik heb geen idee waar die precies zit. Hoe de fuck hit ik dat shot niet? Hoeveel AP heeft hij nog? Ik wil zien. 14 AP. Godverdomme. Nu ben ik echt teringboos. Fuck jou, Fortnite. Fuck jou. Hoezo hit ik dat laatste shot niet? Fuck! Nee, ik heb er nu echt geen zin meer in. Ik ga stoppen met de opname. Ik ben echt klaar mee. Fuck jou, Fortnite. Fuck jou, ik ga echt stoppen. Mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer, doe een duimpje omhoog. Druk op het belletje. En dan zeg ik nog één ding eens later. Doei.